Vrijdagavond 24 juli en we bevinden ons in Theater Thalia, waar het gaat gebeuren, de laatste voorstelling van de vijfde voorstelling van Sambal Tracy. Een show, Langit Mandang. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken, maar het betekent donkere wolken. De show die gaat straks starten. We zijn benieuwd. Ik ga zelf ook kijken waar het over gaat. En aan het eind van deze reportage gaan we checken wat de reacties zijn van deze topshows. Want we weten het, de vorige shows die waren geweldig. En we weten dat deze gewoon echt een supergoeie wordt. Zo, so, goedenavond. Wow, je jeugt je hoofd zo. Alles goed, Godo? Ja, gaat. Het is hun vijfde theaterstuk. Wat wil je ze van hieruit meegeven na zo'n voorstelling? Oh, ze hebben het heel goed gedaan. Ik vond alle shows heel leuk. Ik heb allemaal gevolgd. En ik zou zeggen, ga zo door. Hoeveel geef je ze? Een tien. Ja. Goed zo. Een tien krijgen jullie van deze lieve dame. Vijfde theatervoorstelling. U heeft ook genoten, mevrouw? Ik zeker. Ik heb zoveel gehuild. Ik heb meer gehuild dan gelachen. Donkere wolken. Het is tot uiting gekomen. Ja, en zo frappant. Het is ook een deel in mijn eigen leven. Ze heeft me zo geraakt. Alle acteurs hebben het zo met emotie en gevoel vertolkt. Het was geweldig. Goh, als je even kijken naar wie? Ik ga straks kijken. Oh, Sambal Tracy. Hou het zo. Keep up the good work. Love you. You touch my heart. En van iedereen hier. You touch their heart. Geweldig. Wat vond je van de boodschap? Heel goed. Goed heel, overgekomen. Ja, goed overgekomen. De acteurs? Ik heb alle shows meegemaakt. Oh, alle shows. U bent een fan van Sambal Tracy? Ja, zeker weten. De acteurs die kijken momenteel en luisteren naar u. Wat wilt u ze van hieruit meegeven? Nou, ga zo voort. En ze hebben het doel bereikt. Bravo dat ze dat zo ver hebben gebracht. Ik vind het geweldig wat ze... Geweldig. Dank u wel. Ja, fijne avond verder. Hoe gaat het met u? U kijkt zo zuur. Nee. Dat is zo'n voorstelling, mag je niet zuur kijken. Nee, helemaal niet. Wat vond u daarvan? Het was een prachtige show. Ja? Boodschap ook goed overgekomen? Ja, sowieso ja. Wat voor boodschap heeft u voor de acteurs na zo'n een topshow? Ze moeten doorblijven met hun geweldige shows. En het is een voorbeeld voor anderen. Opkomende acteurs. Ja. Mooi voorbeeld. Dankjewel. Fijne avond verder. En hi Godo. Na zo'n voorstelling. Hoe voel je je? Wat vond je ervan? Het was emotioneel, maar heel goed. Heel goed in elkaar gezet. Je kijkt uit naar hun zesde stuk. Ja, zeker. De acteurs kijken naar je. Wat wil ze van hieruit meegeven? Zo. De boodschap in dit alles speelt, is heel goed. Ze hebben heel positieve dingen gezegd. En het is wat er gebeurt in het dagelijkse leven. Dat is goed neer kunnen zetten. Ja, helemaal. Oppervlakte is pi maal straal, maal straal is 25 pi. Straal in het kwadraat is 25 pi gedeeld door pi. En straal kwadraat is 25. Straal is 5. Dus voor zo'n biggie pi, dat is straal naar 5. Dat weet ik niet. Ik begrijp het niet. Want ik niet naar huis. Kom thuis bij mij. Ga ik je leren. Nee. Ja. Je gaat me thuis die straal en die pi wijzen. Ja. Wat vond u van de avond? U heeft prachtig gezongen hoor. Ik heb mijn best gedaan. Je hebt je best gedaan? Ja. Ja? Heel mooi stuk. Ja. En Sally is talentvol, zeker wel. De andere ook toch? Ja. Wat wil je ze van hieruit mee? Nou, talent moeten we gebruiken. Het is kunst en Suriname heeft talent. We doen hier onder voor niemand. En ik zou zeggen, ga zo door, Sambal Tracy. Dank u wel.
door zijn patras, die weet een sexy voice. Dankjewel, Mirza. Goedenavond. Wat gaat met u? Goed. Goed. Ik stoor het wel. Heeft nog niet gehad, hè? Nee. Jullie pastef zit nog goed. Heeft u genoten van de show? Ja, het was een prachtige show. Het heel emotioneel en je kan hem terugvinden dagelijks. Dat is dank voor de walk. Ja. Ik heb hem ook gevoerd. Ik heb hem ook gevoerd. Wat wilt u van hieruit aan de acteurs zeggen? Ga jullie zo door. Het was een heel goede stuk. Ik wens jullie veel succes. Ik hoop dat jullie jaren zo doorgaan. Geweldig. Dank u wel. Fijne avond. Oh, goedenavond. Ik mag nu wegrennen hoor van mijn zoon. Ik kom jezelf op brassen geven zo. Hoe gaat het met u? Goed, u lacht zo. Ja, ik heb genoten. Een vijfde voorstelling. Wat vond u daarvan? Heel goed. Reality kan je zeggen. Ja, komt u daar voor het eerst? Nee. Sambal Trassi. Bent u fan? Jawel. Wat wilt u de acteur zeggen van hieruit? Nou, dat ze zo doorgaan. En ze raken ons echt. Ze raken alle Surinamers, toch? Ja, zeker. Helemaal. Geweldig. Fijne avond verder. Dankjewel. U bent zeker de flinke van de familie. Wat zegt u? U bent zeker de flinkste. Oh nee hoor, we zijn allemaal flink. Ja. Wat vond u van de show? Ik vind dat geweldig. Ja? Ja. Ja. Wat vond u gezellig. De... Veel gelachen. Ik krijg zelf pijn aan mijn mond. Kaken. Aan het lachen. En de boodschap, was die goed overgekomen bij u? Ja, zeker. Is goed overgekomen. Realistisch. En ik had ook zelf gehuild. Ja. Sorry, ze hebben een heel goede job gedaan. Wat wilt u, wat wilt u ze van hieruit meegeven? Van hieruit wil ik ze meegeven dat ze zo door moeten gaan. Dat ze geweldig waren. Ik vond het heel leuk om het mee te maken. Is het de eerste keer? Ja. Ja. Nog vele na deze dus. Ja, zeker weten. Ja. Oké, is goed. Dank u wel. Ja hoor. Goedenavond. Hoe smaakt zo? Ik dacht, hij zou komen bij mij. Hoe gaat het met u? Nee, ik dacht, we gaan niet zijn. Snel genoeg om weg te gaan. Nee, ik ben nog sneller. Wat vond u van de show? Oh, geweldig. Geweldig. In één woord. Helemaal geweldig. Ja. Dat is de reden waarom ik hier enkele show heb gemist. Dus. Alle vijf shows. Alle vijf. Echt een Sambatrassi-fan. Jawel, ik mag niet klagen. Nee, die jongens zijn goed. Ja. Live muziek vind ik apart. Ze hebben bewezen dat ze het kunnen. Ik bedoel, ik kom ook een beetje uit de entertainment business en het is niet een beetje werk en ze hebben het gedaan. En het is natuurlijk succesvol en de scripts zijn allemaal stuk voor stuk apart. De ene lijkt op de andere. En ik mag niet klagen. Genoten. Echt wel. Ze zijn een gevestigde naam nu in Suriname, ook in het buitenland. En ik wens ze heel veel succes en geluk verder. Echt waar. Surinaamse acteurs, we mogen trots op ze zijn. Ze kijken en luisteren naar u. Wat wilt u aan ze meegeven? Sambal Trassi, you did it, you're the bomb, go for it and all the best. Succes. All the best en succes. Geweldig. Ma. Laila. Ma, ik heb niks gedaan hoor, ma. Laila, vanaf vandaag moet je het in je hart tatoeëren dat ik niet meer je moeder ben. Mama. Je bent opgedonderd, je moet weg van hier. Als je me op straat ziet, kom me niet groeten. En kom nooit meer in dit huis. Maar waar moet ik gaan? Waar je gaat, moet je zelf weten. Daarom moet je geen gekke dingen in je hoofd zetten. Mijn relatie gun je niet. Je bent nog hier even. Kijk hier. Laila, ik ga naar achter. Als ik terug ben, als ik hier ben, moet je weg zijn van hier. Heb je begrepen? Maar ik heb niks. Ga weg! Fucking dago. Dan heb ik niks gedaan, dan moet ik uit. Om die man ga je me wegjagen. Die man is eigenlijk niks voor ons, hoor, maar. Papa, liever was jij nog niet doodgegaan. Daar hadden we zulke dingen niet in. Enerverend.
Dat alleen kan ik zeggen, maar alles voor het Surinaamse publiek. Alles voor het Surinaamse publiek. De mensen hebben genoten, weer een bomvolle zaal. Als acteur, hoe voelt dat aan? Natuurlijk, het is een waardering. Dat wij elke keer bomvolle zalen krijgen. Dan weten we tenminste hoeveel waarde we hebben. Toch? Dus ik stel het zeer op prijs en ik zeg het altijd, dit alles te danken aan de Surinaamse gemeenschap. Je hebt het gezegd op het podium, er zijn niet alleen Javanen in de zaal. Wat vinden jullie daarvan als acteurs van Samba Tracing? Goeie vraag. Zoetjes aan proberen we heel Suriname te bereiken. Daar heb ik het over de niet-Japanen. En vele mensen denken, Samba Tracing is een Japanse groep. Inderdaad, maar dat we alleen Japans praten. De niet-Japanen hebben het mogen ervaren. Dus er zal dan berichten rondgebouwd worden. Wanneer volgt jullie sessie? Heb je alle ideeën? We moeten even kijken naar de beschikbaarheid van Talia. Talia is ook constant bezet. Blessings, thank you for support, Suriname. Wow, alles goed. Hey, God, ga maar even kan brassen. Yeah. Hey, geweldig. Oh, thank you. We hebben alleen Tina gehad. Heb ik gevolgd, ja. Hoe voelt het aan na zo'n show? Zeven is jullie laatste show. Kijk, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het voelt echt prettig aan. Het prettigste gevoel ooit is zo'n gevoel wat ik nu heb. Om 7 succesvolle shows met het onderwerp Lang het Mondong te krijgen achter de rug is echt prettig om aan te voelen. Je bent er vanaf het begin, toch? Dus jullie 5e voorstelling. Je hebt de groei gemerkt. Klopt. Vertel me wat. Vertel me iets over die groei. In die groei dan Tjoeminten namelijk. Ik vertel het vaker het rol van Tante Tjoeminten. En de groei heb ik opgemerkt. Dan zie ik dan dat het beter gaat. Dus dat. Hey, heel veel succes. Yes. Je zal die reacties volgen. Dat zal je zien hoeveel lobby die mensen voor je hebben. Oh, thank you. And I love you all. Het is heel belangrijk om elkaar te begrijpen. En als je alles doet waarin je plezier hebt, gaat het zeker lukken. En dat hebben we vandaag weer bewezen. We hebben samen gewerkt. We hebben dit stuk tot een compleet mooi stuk gemaakt. En iedereen heeft ervan genoten. We hebben 7 uitverkochte dagen gehad. En ik kijk tevreden terug natuurlijk. We zijn er vanaf. We gaan nu een beetje gaan voorbereiden op ons nieuw theater. Goed, het is dus aangeslagen. En ik vroeg het daarnet aan een van je topacteurs. Jullie raken niet alleen de Javanen, maar ook de niet-Javanen. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Maar wat vinden jullie daarvan dat er ook niet-Javanen naar jullie shows komen? Dat is een van de doelstellingen geweest. Vanaf het begin hebben we dan afgesproken dat we de niet-Javanen ook moeten bereiken. Want we willen natuurlijk niet alleen hier blijven. Dat Surinaam stuk zijn. Het moet een Surinaam stuk worden. We hebben het vandaag gedaan, weer gedaan. En zeker de laatste 4 theatervoorstellingen hebben we Suriname kunnen bereiken. Ik wil langs deze weg ook gelijk Suriname bedanken natuurlijk. Voor alle steun, voor het support en natuurlijk voor die volle bakken in Italië. Dankjewel. Nog vele naar deze. Natuurlijk, nog vele naar deze. Geweldig. We hebben genoten. Wat zegt zo'n dag voor jou, behalve dat je jarig bent? Hè? De laatste dag is altijd heel zwaar voor me. Ook emotioneel, omdat na hard werken, dan benader ik het einde en het geeft een voldoening. En dat alles maakt dat ik op de laatste dag altijd zo emotioneel ben. Dus ik ben blij en ik heb een mijlpaal bereikt. Men voelt die emotie ook. Men ziet die emotie ook in jou. Je schrijft ook zelf de scripts. Hoe krijg je dat voor elkaar elke keer? Zijn eigenlijk wat er gebeurt in de samenleving. Het hoeft niet speciaal mijn story te zijn, maar van alles wat ik zie probeer ik dan op papier te zetten. En zo schrijf ik het verhaal. Elke keer is het raar. Ja. Bomvolle zalen. En dat ben ik trots op. En ik wil de totale Surinaamse gemeenschap wel bedanken daarvoor. Krijg je wat voor reacties krijgen na zo'n voorstelling? We krijgen altijd van die positieve reacties. Dat kunt u ook nalezen op onze Facebook-pages. En de mensen bellen, sturen berichten. En we zien dat ze allemaal tevreden zijn. Ik heb je niet gesproken na jullie tour in Nederland. Ik ga even weer terug naar die periode. Hoe was het? Ja, in Nederland hadden we ook 2 uitverkochte shows. Maar het publiek van Suriname en Nederland verschilt natuurlijk. Suriname, het publiek is warmer. Ze verstaan echt alles. En dat is eigenlijk verschil. Maar overal was het ook heel goed. En de toekomst zijn jullie weer daar? We zijn in speaking terms.
met organisaties. Dus dat betreft, je gaat weer toeren binnenkort. Ja. En heel veel succes. We vonden het geweldig. Je zal de reacties zien. We kregen allemaal een dikke 10. En ga zo door. We zijn trots op jullie. Ja, dan mij een prasa geven. U heeft de reacties gevolgd. U heeft enkele van de acteurs gehoord. U heeft ook nog de regisseur slash manager gehoord. Weet u, ik heb echt genoten. Ik heb genoten van begin tot eind. Ik heb gelachen. Ik heb gehuild. Ik was ook even boos op die moeder. Het was een geweldige ervaring. Top. Samba Trassi van mij krijgen jullie ook een 10. En als jullie de reacties zullen volgen, zullen jullie ook merken wat de reacties zijn van de mensen die in de zaal zaten. Iedereen gaat hier los na zo'n show. Het is hun laatste voorstelling van hun theaterstuk, Donkere Wolken. En ja, ze verdienen die rust. En we kijken uit naar jullie zesde voorstelling. You.